Ja, super fijn dat je kijkt, want dit is echt weer een bijzonder moment. Deze pagina van mijn stripalbum is pagina 45. Dus ik moet er nog vijf tekenen en dan heb ik alles geïnkt zoals ze dat noemen. Met inkt. Kijk, eerst doe je het helemaal schetsen. Kijk, en dan ga je eroverheen. Ga je dan inkten. Dus uh, even kijken. Dit kan misschien nog een beetje dikker. Even kijken. Zo bijvoorbeeld. Kijk. Deze kan nog een beetje dikker. Dan komt hij nog wat meer naar voren. Ik laat jullie zo even zien hoe het allemaal getekend is nu. En, uh, dit is een bijzondere pagina, want er gebeurt hier een heleboel. En uh, we gaan zo meteen naar het grote gevecht natuurlijk: uh, tussen de angstmeester en de tekentovenaar, en Wanda en alle hoofdpersonen. Kijk, dit is de creep die is gevangen. Die kan nou eventjes helemaal niks doen. En dit zijn alle angstgeesten. Die zitten allemaal achter, uh, achter Wanda aan. En uh, Carlijn aan. En dit is uh, Tarka. Dit uh, leuke beestje erbovenop. Hier zit, uh, zit Drap. Dat is een. Uh... Drupje drapverf, zeg maar. Maar dan moet je het verhaal voor uh, goed voor kennen. En dit zijn uh, alle dwarrelsliertjes. Die, uh, die vluchten ook natuurlijk voor de angstmeester. Hier heeft uh, de angstmeester, kijk, ik zal even laten zien. Hier zegt de, dwarrels, de zegt van oh, laat ze alsjeblieft gaan. En dan, kijk, dan pakt hij uh, haar zo van. Uh, nou ja. Dat is gewoon een hele gemene Rick, die, die angstmeester. En uh, Carlijn die roept dan keihard kijk, kijken. Want ze wordt dan achterna gezeten. En van uh, Tarka. Want Tarka, dat is dit beestje. Hij ziet er nu niet, niet van de voorkant. Maar die kan veranderen in een draak. En dat doet hij dan ook weer. Dat heeft hij al een paar keer gedaan. Ik zie nou dat deze ook wel een beetje dikker kunnen. Deze lijnen nog. Dus uh, maar ik ben zo goed als klaar met, uh, met inkt. Het moet natuurlijk nog eens gekleurd worden en zo. En uh, nou ja, eind, uh, eind dit jaar komt dit, uh, dit stripalbum uit. Dus uh, ik heb nog wel eventjes de tijd natuurlijk. Dus, uh, maar die tijd heb ik ook wel echt nodig hoor. Want het is veel werk. En uh, dus, uh, hier kijk, kan je wel zien. Uh, Tarka die uh, normaal uh, lukt het hem altijd wel. Maar dit zijn gewoon te veel angstgeesten. Nou, als ik dit in kleur dan zie je het nog veel duidelijker en uh, ze gaan hem in de dwarrel uh, gooien en dan is het afgelopen met Tarka natuurlijk hè? maar dan is het bam badam badam dan komt er iets geweldigs aan en uh, dan begint eigenlijk de echte strijd dus uh, <laughs> ik ben nou echt de volgende pagina gaat het echt uh, echt beginnen Daar ben ik al 45 pagina's mee bezig om het voor elkaar te krijgen en dat, uh, dat is gelukt dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus nog vijf pagina's. Dus ik schat nog een, uh, misschien nog twee maanden werk. En dan, uh, dan ben ik er helemaal klaar mee. En dan uh, kan die uh, naar de drukker. En dan kan die uitgegeven worden. En dan kan die jullie hem allemaal kopen. Dus uh, dit wil ik jullie eventjes laten zien. Uh, super bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!